Deze nieuwsuitzending die gaat over de drie problemen met de katholieke kerk. Het is dus de, de zoveelste in de serie over de katholieke kerk. De universele kerk heet het ook wel. Katholiek betekent universeel. Kan je zo opzoeken bij uh, translate.google. Doe je in het Nederlands universeel en dan vraag je om het Grieks. Dan kreeg je katholiekie of katholiekie. En in de dagen dat de katholieke kerk werd opgericht, toen was de gangbare zeg maar, het Engels van die dagen, de wereldtaal, was Grieks. Het is ook een tijdje Frans geweest, trouwens. Dat was later hoor. Dat was Frans, was het helemaal. Alles moest in het Frans. Nou, zo komt het woord katholieke kerk. Dus zo is dat woord tot stand gekomen. Dat is de universele kerk. En daar hebben wij, ja, de mensheid, die heeft daar drie problemen mee. Het eerste probleem is dat het een. Politieke organisatie is die er niet als zodanig in beeld komt. Noem het maar de onzichtbare partij. Iemand als Donald Trump, ja, die staat onder controle van de, de paus. En Vladimir Poetin ook. Willem-Alexander ook. En ja, dat er dan een club is en die wil heer, wereldheerschappij, dat is op zich al... Nou, het is te verwachten natuurlijk aan de ene kant, dat dat het geprobeerd zou gaan worden. Maar aan de andere kant, als het op deze manier gaat, maar die verholen manier... Ja, dan is het nog een stukje vervelender. Hè? Wat moet je daar dan aan doen? Ik zou het niet weten. Ja, uh, ik zou het eigenlijk wel weten. Je... Maar dan kom ik zo dadelijk wel op. Hè? Het is de katholieke kerk. Dat is een politieke organisatie die streeft naar wereldheerschappij. Voor zichzelf natuurlijk. En wij allemaal als uh, horigen. Dat is denk ik de correcte term. Dus geen privébezit meer. Uh. Alle bezit is in principe van de staat. Dus je mag het gebruiken als je lief bent. Dan mag jij uh, in je huis blijven wonen, wat je zelf gekocht hebt. Waarvan je dacht dat het jouw eigendom was, maar het is je eigendom helemaal niet. Als je geen onroerend goedbelasting betaalt, dan ben jij je huis kwijt voordat je Babylon kan spellen. Babylon overigens is het probleem waar we het over hebben. Als je het hebt over de katholieke kerk, dan heb je het over Babylon. Alleen de moderne versie daarvan. Het is heel gemeen hoor. Wat ze, Babylon is gemeen. Het zijn gemeene mensen. En ze kweken een maatschappij met gemeene mensen. Daar werken ze naartoe. Ze kweken een maatschappij van mensen die ja, voor zichzelf gaan. En vrouwen met een grote mond. Gezinnen die kapot gaan. Weet je dat zelfmoord onder mannen? En dan heb ik het over de, de mensen die gescheiden zijn. Hè? Een man en een vrouw gaan scheiden. Hè? Dan heb je een, een groep van gescheidenen, zullen we maar zeggen. Nou, en in de groep van de gescheidenen, daar wordt ook zelfmoord in gepleegd. En dat zelfmoord. Het voorkomen van zelfmoord. Dat is tien keer zo hoog onder de mannen. Tien keer zo hoog. En driekwart van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouw. Dan kan je op je rekenmachine uitrekenen als je een goede bui hebt. En hoeveel mannen door. Die actie van die vrouwen die scheidingen aanvragen, hoeveel mannen dan de hand aan zichzelf slaan? Uit wanhoop en pure frustratie. Dat is behoorlijk hoor. Dat is Babylon. En wat Babylon wil, is dat die, die gezinsstructuur. Dat die onderuit gehaald wordt. Want die gezinsstructuur die creë creëert uh, ja, stabiele, uh, krachtige mensen. En wat ze nodig hebben, dat zijn Slapjanen die zich laten koeieneren. Ik heb mij laten vertellen te, door iemand en die had uh, de hand gelegd op een oud handboek. Maar was het handboek voor slavernij. En dat, was, ja, dat kon je in die tijd gewoon kopen. Want slavernij, uh, dat, was, dat was denk ik een Amerikaans of Engels boek. Amerikaans, ja, Amerikaans natuurlijk. Maar in het Engels of in het Amerikaans geschreven. En daarin werd verteld dat je je slavenpopulatie... Ja, die, moet die, die, die mannen moet je onder de duim zien te houden. Want als die in opstand komen, dan ben jij de bok. En dat doe je het beste door die vrouwen een voorkeursbehandeling te geven. Positief te discrimineren. Ja, dat is een eenvoudig recept. Hè? Nou, dat gebeurt in de huidige maatschappij ook. Dat is de katholieke kerk, dat is Babylon die erachter zit. Ik ben erachter gekomen dat, ja, dat ik mijn leven grondig moest bijstellen. Mijn levensverwachting. Nou niet hoe oud ik word, maar de verwachting die ik had van het leven. Van wat is er nou eigenlijk te bereiken in het leven. Dat heb ik helemaal bij moeten stellen. Was, ja, daar ben ik denk ik nog steeds mee bezig, om me aan te passen aan de situatie. Want die katholieke kerk, dat Babylon gebeuren, dat is me een factor, jongen. Oh, Wauw. En wat ik ga doen, waar ik voor gekozen heb, is om mij terug te trekken met een hele eenvoudige baan als schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En het uh, commercieel programmeren, uh, laat het maar eigenlijk. Ik ga wel door met programmeren, dat blijft mijn passie. Ik heb vandaag een nieuwe computer aangeschaft. Josieker. Josieker, de apotheker. Ze kan me weer jaren doorprogrammeren. Ik ben verzekerd. En dan de baan die ik erbij gekozen heb, dat is ja, nou ja. Het is lichamelijk werk, dat is denk ik goed voor mij. Elke dag fietsen. Vriendelijke mensen waar ik mee samenwerk. Voornamelijk vrouwen, maar dat maakt niet uit. En ik heb het er namens zin. Dus mooi overzichtelijk werk. Ik hoop dat ik voldoende uren kan scoren in het komende jaar. En, ja, ja, zo niet. Dan. Ja, dan weet ik het ook niet al. Maar de, de. Kijk hoe ik ooit begonnen ben. in deze wereld. om. Ja, ja, met, een, ja, met mijn talenten. Een bedrijf te starten en een concept in de markt te zetten en dat soort dingen. Maar dan merk je dat de tegenwerking vanuit, noem het maar Babylon. Want ik zit dan in de financiële automatisering en zo. Ja, die koek is al lang verdeeld hè. En in die concurrentie-toestanden wil ik niet langer opereren. De regels nemen toe. Allemaal, ja. Alleen hele grote bedrijven die kunnen dat nog aan. Bedrijven die dus heel groot zijn en duizenden of tienduizenden klanten hebben, ja dan is het wat te doen. Maar om al die ontwikkelingen bij te blijven benen als ZZP'er, dat gaat niet. Dus een carrière move gemaakt. Nou, dat is een onderdeel wat erbij hoort. bij het aanpassen aan uh, de maatschappij. Ja. Want ik had wel een droom hoor ooit van uh, ik ga een leuk bedrijf uh, in de wereld zetten en, en dan laat ik wat na voor mijn kinderen. Ja. Ha. Mijn tweede kind is vermoord. <laughs> Dat was ook. En ja. <laughs> laat ik hem maar om lachen. In de buik van de moeder, die door zou moeten gaan voor de meest veilige plek op deze aarde. In de buik van de moeder is het vermoord. Nou, zonder reden, hè? zonder niks, gewoon, gewoon het mag. Wel Babylon vindt het geweldig. Die lag ze eigenlijk helemaal kapot, man. Al die vrouwen die krijgen allemaal zeggenschap. En ja, dan. Ook al gaat het om vrouwen, zoals in, in mijn geval de moeder van mijn kind. Dus iemand met metathesiofobie, Dus veranderingsangst. En een totaal verwrongen persoonlijkheid. En die krijgt dan even de zeggenschap over leven en dood. Van een andere mens in haar buik. Ja. En die kiest dan voor moord, hè. Allemaal vermoorden. Want dat mag. Dat is iets... Dat... Ik heb het over de katholieke kerk, hè. Die politieke agenda die erachter zit. En dit is daar een uitvloeisel van, hè. Abortus. Het hakte erin, jongen. Zo, de knetter. Hey, ik ben niet van stenen, hè. Is, uh... Het is heel moeilijk, kan ik getuigen, om bij uh, tegenslagen van die aard, van die omvang, om er de moed in te blijven houden. Zo. Je gaat eraan onderdoor, zo goed als. Ja. En is dat werk wat ik nu heb uh, als schoonmaker... Ondersteuner heet dat. Ik mag komende week of volgende week. Volgende week dacht ik. Uh, dan mag ik ook koken. Kijk. Ga ik lekker maaltijden maken. Misschien kan ik nog wel een, een diploma halen of zo. En dan mag ik een, een treetje hoger. Misschien mag ik wel. Nou, ik weet het niet. Het is een hele grote organisatie waar ik voor werk. 2500 mensen werken daar. Nou ja, onderaan beginnen. Hè? Ik zal wel kijken waar het feest eindigt. Ja, mijn gezondheid is nog goed. Dus. Beetje last van artrose of dat soort dingen. Moet eens even gaan bellen met een huisartsenpost. Maar dat komt morgen wel. Het heeft geen haast. Hey, die politieke agenda van de katholieke kerk, dat is niet leuk. He? Scheidingen, dat komt van hun. En dan dat gedoe met die abortuswetgeving. Dat de vrouw de baas is in haar eigen buik. Ja, dat, dat klopt dus, ja, je mag wel baas zijn over je eigen buik. Maar de moeder van mijn kind had ook tegen mij kunnen zeggen in die dagen... We waren wettig getrouwd, hè. Ze had kunnen zeggen van, ik wil geen tweede kind meer. Echt niet. En word ik onverhoopt zwanger, dan, dan ja, ik wil ik het kind echt niet. Daar had ze alleen maar over zeggen. Had ik wel gevraagd van, waarom niet? Huh? Maar wij waren wettig getrouwd en we hadden ja, regelmatig, een paar keer in de maand of zo, hadden we seks. Ja, en dat leidde dus op een bepaald moment tot een zwangerschap. En toen dacht zij, oké, okay, heeft ze dat, uh, dat wezentje met veertien weken laten choppen. Dan is er al sprake van een bloedsomloop, een hartaanslag, een hartslag, sorry, hartaanslag, een hartslag. Is het, dat wezen is al, ja, door een eicel is vanaf het begin be, bewust. Hè? Vanaf de conceptie is de eicel bewust. En vanaf de conceptie is er sprake van een ander lichaam in het lichaam van de vrouw. Die, die eicel dat was geen kloon van mijn DNA en dat was ook geen kloon van haar DNA. Het was het samensmelten van haar DNA voor 50% en 50% dat van mij. Je weet niet eens wat voor kleur ogen het zou krijgen. Ja. Um, ja, Ons eerste kind dat is, die is nu 19. Zij is ze nou ook weer dat, dat ze vindt dat ze zelf, uh, ze vindt van zichzelf dat ze mijn kaaklijn heeft. Maar ja, krijgt die tweede dat, dan een... had hij dat ook gekregen? Dat weet ik niet. Dat is een totaal nieuw mens. Hè? Maar dat mens, dat zullen we nooit leren kennen. Dat is geëindigd in een afvalbak ergens in Den Haag. Of het is nog erger, uh, het is verkocht. Die, dat, dat weefsel is verkocht. Want ja, het is een kind van 14 weken. Dus bijna de helft, hè? En daar zit wel wat in. Hè? Aan verkoopbaar spul. Stamcellen en zo. Hier, dat is Babylon. En het tweede probleem met Babylon. Uh, dat is dat ze de Bijbel gebruiken. Dat is verschrikkelijk. Want daarmee is het Woord van God in een totaal verkeerd daglicht komen te staan. Dat komt door die katholieken. Het hebben mensen in de gaten gekregen hè? dat degenen die lopen te wapperen met de bijbel, dat dat degenen zijn die, ja, de boel lopen domineren en dat het allemaal gaat om geld, om macht. Dus ja, en heb je dan weliswaar het protestantisme gekregen, maar... Het protestantisme, dat was het protest tegen de katholieke kerk. Omdat de katholieke kerk de Bijbel niet voor de 100% neemt. En bepaalde dingetjes worden ze even, nou oh, dat laten we weg. Zo is in de Bijbel staat duidelijk dat de kruising van Jezus Christus... die is geweest voor alle zonden van alle mensen alle toekomstige zonden ook nog een keer. Dat is alles, alles. dus is alle zonden van alle mensen... de mensen van dat moment... de mensen die daarna geboren zouden worden. Iedereen. Waren die zonden van die mensen vergeven... met die daad. Die daad van de kruising. Waarbij dan de actor, de handelende partij... dat was Jezus Christus. En niet die Romeinen... Of de joden die in die dagen nou, nou, ook wel lekker bezig waren. Hey, de actie kwam van Jezus Christus. Hij heeft dat ook netjes aangekondigd. Van, eh, het, ik weet niet precies wanneer het gaat plaatsvinden, maar er gaat binnenkort iets plaatsvinden en dat moet ik doen. Hij heeft iets gezegd van: Het is noodzakelijk dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, als ik tussen jullie blijf, ja, dan kan ik de Heilige Geest niet sturen. Terwijl als ik heen ga, dan zal ik die Heilige Geest sturen. Dat was fase 1 van het grote plan. Of fase 2 zou je moeten zeggen. Fase 1 was dat hij Christus Jezus, in die drie jaar overigens maar, drie jaar lang heeft hij. Lopen prediken, evangeliseren. Dat is maar drie jaar lang. Nou, fase 2 was de Heilige Geest. En dat is de fase waarin we nu nog steeds zitten. En de Katholieke kerk die verpest dat. Ja, die jongens, hebben, de Bijbel, het misbruiken van de Bijbel voor een politiek doel. Ja, hoe, hoe haal je dan je vet? Heel groot probleem. Kijk, en het protestantisme, om er even op terug te keren. Kijk, natuurlijk is het mooi dat in het protestantisme wordt gezegd dat het dan gaat om. De Bijbel en alleen de Bijbel. En de Christus Jezus voor onze zonde gestorven is. En dus niet zoals de katholieke kerk zegt: van, uh, als je gezonderd hebt, dan moet je even komen met wat uh, pecunia, met geld. En dan krijg je van onze contract en dan zijn je zonden vergeven. Hè? Dat is weer die factor geld en een factor macht van de katholieke kerk. Dat staat helemaal niet in de Bijbel, man. En doordat de katholieke kerk dat gedaan heeft, uh, is het protestantisme... Uh, ja, het begon gelijk al met een achterstand. Ja. Want er staat natuurlijk niet goed dat het boek uh, waar, waar je je op dient te baseren, naar mijn mening, het, het is het het boek. Dat was, het, nou, toen het protestantisme opkwam, dat was dan Maarten Luther, hè? dus 1500... 17 of zo? Ja, dan was de katholieke kerk al meer dan een millennium bezig, man. En vervolgens hebben ze dat protestantisme aangepakt. Dus dan krijgen mensen er ook een hekel aan in die zin van... ja, je kan wel protestant zijn, maar ze protesteren tegen die katholieken... en dan gaan die katholieken daar zagrijnig over worden... en dan krijgen we nog meer gezeik. Dus weet je wat, ik ben niet katholiek en ook niet protestant. Ja. Ja, maar dat hebben we ook niet nodig. Want dan ben je helemaal niks. Terwijl aan het begin van onze jaartelling hadden wij het christendom... jongen, wij waren bijbelgelovende christenen en dat was het. En ja, we hadden mannen, voornamelijk mannen, en die zaten dan, noem het maar, vergaderingen voor of hielden een lezing. En dat zouden we nu noemen dan een, een kerkelijke bijeenkomst. Dus, ik weet niet hoe ze dat toen noemden. Misschien heetten ze wel alleen maar uh, samenkomen of zo. Gezellig doen met z'n allen. Ja, en iemand die sprak dan toe. Maar die had voor de rest helemaal geen macht. En gebouwen die hadden we ook niet. En we kwamen in de boeren schuur van Piet als de koeien in de wei stonden. Ja. Helemaal geen dure toestanden man. Ja, en dat heeft de katholieke kerk uh, met het inpikken van de Bijbel eventjes een heel ander gezicht gegeven. Met hele dure gebouwen lalala, en dan moet je allemaal wel uh, komen, allemaal bij elkaar. En als je dan niet kwam, dan ben je erop aangekeken. En de Bijbel dus, niet eerlijk doorbrieven. Maar een van de dingen waar uh, Jan Hus in Tsjechië bijvoorbeeld. dat was honderd jaar voordat Maarten Luther kwam. waar Jan Hus een probleem mee kreeg, was dat Jan Hus delen van de Bijbel had vertaald in het Tsjechisch. Of Engels of whatever. Maar in ieder geval in de taal van het volk. Want niemand sprak Latijn. Niemand kon dat lezen. En Jan Hus vond het nodig. En hij niet alleen, maar anderen vonden dat ook. Tyndale bijvoorbeeld. Toch? Of was het Wycliffe? Maakt niet uit. Ja. Zo'n Engelsman. Die vonden het ook nodig. Want ja, wat zouden wij als katholieke kerk... Jan Hus was bij de katholieken en Tyndale en Wycliffe ook. Dan gaat het even om de een van beiden was voor Jan Hus en die andere was daarna. Dat weet ik dan even niet. Maar hoezo hebben wij dan uh, als enige de Bijbel? Waarom mogen de mensen de Bijbel niet zelf lezen? En nu is dat. Ja, nu is dat geen, geen zaak meer. Je koopt een, een prachtige King James-vertaling. Die mooie originele, zo goed als originele. Die koop je voor 8,95 euro hier. Op, op nog geen steenworp afstand. Uh, ...van mijn flat. In de winkel. En als je dan per se een Nederlandse wil... ...wat goed voor te stellen is natuurlijk... ...dan heb je dan... ...nou, niet een hele luxe versie... ...je hebt een in de allergoedkoopste versie... ...maar dit is best heel mooi, die heb ik hier in huis. 14,50 euro. Eh, Nederlands. Maar wie waardeert dat nog... Nee, iedereen heeft door, die, door het katholicisme er een spuugrekel aan gekregen. En het protestantisme heeft dat niet helemaal weten te repareren. En het protestantisme is daarna ook nog een keer door de katholieke kerk met een politieke agenda in een heel kwaad daglicht gesteld. Doe denk aan het succes van Nederlandse schrijvers zoals Maarten het hart. En. Weet die man? Gerard van het Reven of Gerard Reven. En die man, weet je ook weer, die daarop. Um, die van Turks fruit heeft, Jan Wolkers. Allemaal zeiken over het protestantisme. Heb je ooit een Nederlandse roman gelezen. waarin er even gezeken werd over de katholieke kerk? Nee, natuurlijk niet. Nee, wel over de protestanten. Hé? Nou, en dan het derde probleem. Dat is dat behalve het katholicisme een politieke agenda heeft, dat er nog een geloofsovertuiging tussen aanhalingstekens ook een politieke agenda heeft. En die religie noemen wij islam. Wij moeten zeggen Mohammedanisme, want dat is het Nederlandse woord. Islam is namelijk Arabisch en betekent onderwerping. En waar komt Islam vandaan? Of dat Mohammedanisme? Nou, volgens een man die inmiddels overleden is, komt dat uit de koker van het Vaticaan. Nee, maar dan hebben we de pop aan het dansen. Als dat waar is en ik ja, ik, ik denk dat het waar is. En dat denk ik op basis van de getuigenis van één iemand, maar die persoon is inmiddels overleden onder merkwaardige omstandigheden. Zijn vrouw zegt dat hij vergiftigd is. Die man die heette Alberto Ribera. Maar je schrijft Rivera. Was een Zuid-Amerikaan. En hij was een hoge pief in de katholieke kerk. En op studiereis uitgenodigd naar Vaticaanstad. En daar kreeg hij tijdens een college te horen... in een heel klein groepje... dat het Vaticaan, de auteur... Was van de Koran. En dan heb je nog een man. En die leeft nog wel. Die heet Walter Feit. Walter, van het Nederlands. En een Feit met een V van Victor. En een TH op het einde. Dus een Zuid-Afrikaan. Die staat denk ik wel in, deze, in de linkjes onder deze video, staat die denk ik wel vermeld. Uh, die heeft wat. Well, wat? <laughs> die heeft een hele lezing gehouden over de connectie tussen het Vaticaan en het uh, Mohammedanisme. En heel veel beeldmateriaal wat hij zelf heeft geschoten. Hij is op studiereis geweest, hij heeft in de rondte gewandeld in die contraien. Allemaal dia's uh, gemaakt op foto's. En dan zie je de overeenkomst. De overeenkomst die natuurlijk is, is dat zowel de Mohammedanisme als het katholicisme allebei beweren dat ze het wereldgeloof zijn. En dat ze bereid zijn, dat hebben ze bewezen dat ze dat afdwingen. Desnoods met geweld. Die kruistochten, dat was de katholieke kerk. Hè? Om maar wat te noemen. En die Mohammedanen, die konden er ook wat van hoor. Maar dat is nog maar het begin. Dan kijk je naar zoiets als uh, bedevaartstochten. Ja, dat kennen de katholieken en de Mohammedanen. En dat uh, rozenkransje uh, toestand bidden, dat je een bepaald gebed, dat ga je dan bij herhaling opzeggen en dan heb je van die kraaltjes en dan weet je precies dat je bij nummer 33 bent of zo. Iets wat in de Bijbel uitdrukkelijk verboden wordt om, omdat het heidens is, dat staat in de Bijbel. Repetitief bidden is heidens volgens de Bijbel. Moet je helemaal niet doen. Nou, dat doen de katholieken. Die doen dat dus lekker wel. Want in de Bijbel staat dat het niet mag, dus dan doen we het lekker wel. En de Mohamedanen, die doen dat dus ook. Die hebben ook zo'n roze dingetje, hoor. Jazeker. Nou, en dan geef ik jou ter overdenking. Uh, wat nou als dat. Uh, ik denk dat het waar is, hè? Huh? Maar wat nou als jij dat ook gaat denken? Wat nou als het echt waar is? Wat nou als er nog een jezuïet of zo iemand uit de katholieke kerk uit de school gaat klappen en dat het voor de hele wereld duidelijk wordt? Stel, het zal denk ik niet zo snel gebeuren, maar stel. Ja, wat dan? Wat gebeurt er dan? Zie je het voor je? 2 miljard volgelingen heeft die stroming. 2 miljard. En 2 miljard personen moeten er stuk voor stuk van overtuigd gaan worden dat de Koran is geschreven in opdracht van een stelletje machtswellustelingen afkomstig uit voormalig Babylon. Dat gaat denk ik niet zo 1, 2, 3 aangenomen worden door uh, Ahmed en Mohamed. Van die snackbar, weet je wel. Ik sprak vandaag een jongen bij de Mediamarkt, waar ik even was voor. Ik heb niks gekocht, maar ik was even aan het shoppen, aan het kijken. En die jongen die stond in zo'n steentje van SIGO. En hij wilde, hij ja, zo'n verkoopnaadje houden. En toen dacht ik, ach, wat maakt me uit. Hè. En hij wist wel dat ik, ja, ja ik hoefde er helemaal niet. En ik zei ook tegen hem: Ik heb helemaal geen tv. Ja, daar was het gelijk al over, want ja, hij had geen aanbieding voor alleen internet. En ik zei tegen hem: Ja, ik heb alleen maar internet nodig. Want zei, ik zei tegen hem: TV, ik kijk het niet meer, man. Ik raak er helemaal uh, hotel de bodel van. En ik zei dus tegen hem: Op een beetje zachte niveau van stem. Ik zei: Ja, uh, ik ben niet anti homoseksuelen of zo. Ik ben er niet op tegen, wat alles. Uh, het hoeft voor mij niet verboden te worden. Maar ik heb ja. geen zin om daar de godganse tijd naar te kijken. En dat gebeurt als je de tv aandoet. En die manse ogen begonnen te glanzen. Hij was het helemaal met me eens. Hè? En waar kwam die jongen vandaan? Ja, ja, die zal in Nederland geboren zijn, denk ik. Maar zijn familie komt niet uit Nederland. Turks, denk ik. Wat is zijn overtuiging? Ja, Mohammedaans. En ik zei, om er nog een schepje bovenop te doen... Ik zei, nou, en Osama Bin Laden heeft niet die aanslagen van 11 september gepleegd. Was hij ook roerend met mij me eens. Maar kan ik tegen die man gaan vertellen van... Ja, en het Vaticaan is verantwoordelijk voor de inhoud van de Koran. Nou, dat... Uh, dan hadden we niet gezellig afscheid kunnen nemen... En dat hebben we nu wel gedaan. Ik heb mijn zorgen uit en, uh, en hij heeft nog iets positiefs gezegd. Van, ah, er is toch wel in de wereld iets gaande. Want die oorlog met Iran, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat lijkt me ook. Ik denk ook dat dat een, ja... Het is een schijnbeweging hoor. Ik denk dat die Donald Trump nooit echt van plan was om een oorlog te beginnen met Iran. Want waarom zou hij dat doen? Wat heeft hij eraan? Of beter gezegd, wat heeft de paus eraan? Want de paus die bepaalt dat soort dingen. En een oorlog tegen Iran, wat moet de paus daar momenteel mee? Nou, ik geloof dat Albert de Ribera zijn getuigenis dat de paus. Zijn organisatie destijds de Koran heeft laten schrijven. Nou, Iran is hartstikke Koranistisch, Mohammedanistisch, zeg het maar. allemaal Shiiten. Kortom, allemaal in de pocket van de pauze. Er is zo'n mooie foto. Is dat niet van de huidige pauze, Gorge Mario Bergoglio? Dat hij de Koran kust. Ja, dan weet je hoe laat het is. Punt 1. Waarom kus je een boek? Stel hem weer voor een raar gedrag. Dat is idolatrie. Dat is punt 1. En waarom dan dat boek? Ja, ik laat even een pauze vallen over jou om over na te denken. Het is gewoon een bewijs dat de paus, dat, dat Vaticaan, achter die Koran zit. Het is een hullyboek. En de paus wil helemaal geen oorlog met Iran. Waarom zou dat, dat? Ik zou niet weten waarom. Wat heeft hij eraan? Toch? Helemaal niks. Momenteel. Behalve dat... Ja, dat het de bezig zal houden... van er staat weer wat in de krant. En onderwijl gaat die agenda van de paus gewoon lekker door. En die agenda van de paus is dat hij lekker de baas is... en wij hebben het nakijken. En de ontwrichting van de... Want de westerse samenlevingen, ja, dat gaat door. Dat, dat zie jij zelf toch ook? Was er nou laatst was er een, een Nederlands jongetje? Toch? Of was het nou een Duits jongetje? Nou, ergens in West-Europa was een, een West-Europees jongetje van acht. Die was door een Afrikaan voor een trein geduld. Die, uh, die man die was boos. En die heeft zijn boosheid afgereageerd op een achtjarig West-Europees jongetje. Wat denk je dat dat creëert? Aan gevoelens. En als je de paus echt een plezier wilt doen, dan moet jij als West-Europeaan je, je je frustratie over die daad gaan afreageren op andere Afrikaners. Negroïde personen. Ja, dan lacht de paus zich helemaal een kriek. Hij wil niets lievers. Want het gaat om die politieke agenda van die jokers. En ze willen koetke koet hun zin. Dit zijn de drie issues met de katholieke kerk: de politieke agenda, de de minachting die ze gecreëerd hebben voor de Bijbel en het stichten van die Mohammedaanse stromingen. Die mensen die bedoelen het serieus hoor. Er zit een hele duidelijke politieke agenda achter bij de bij het Mohammedanisme. En dat merk je niet in het begin als ze nog een minderheid vormen van de samenleving, maar op het moment dat het naar de 10, 20, 30 procent gaat, dan nemen ze de boel over. En dan krijg je Sharia. Nou, toevallig is het dan zo dat in de Sharia-wetgeving de scheidingswetgeving euh, voor de Europese man wel. Gevallig zal zijn. Is niet zo heel verschrikkelijk. Maar de rest is niet leuk. Zal. Uh, ja, het is ons geloof niet. En. Ja, en mijn geloof. Uh, uh, is, uh, mijn, mijn, mijn meest primaire. Overtuiging zit hem in de logica. Dat ik weet dat er iets is wat conform de God van de Bijbel is. En ik geloof dat de Bijbel dat het beste beschrijft. Dus in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is voor mij uh, ja, het begin van. Van het boek. Van het boek dat de waarheid bevalt. Dat moet je inderdaad zeggen. Het kan niet korter, het kan niet langer. Het kan... Dat is de openingszin van het boek. In de beginnen schiep God hemel en aarde. In de Statenvertaling staat dan... In de beginnen schiep God de hemel en den aarde, dacht ik. Maar zo moet je beginnen. En dat staat niet in de Koran. Nee. Er staat helemaal geen ontologie in de Koran. Er staat helemaal geen genezen, zoals het heet. Geen ontwikkelingsverhaal in de Koran. In die zin is het een kaal boek. En de Koran is geschreven in. Ja, als het verhaal van Alberto Ribera waar is, en ik geloof dat het waar is, dan is de Koran geschreven in een periode van 60 jaar of zo. En als dat niet is, en het was dan toch Mohammed in zijn eentje, dan is het door Mohammed geschreven in een periode van 10, 20, 30 jaar. De Bijbel daarentegen is geschreven in een periode van honderden jaren. Honderden. Het is het boek waar het langste aan geschreven is. Het is het boek wat om die reden het meeste respect verdient. Snap je? En, ik heb net aan het begin van, de, van deze beschouwing gezegd wat er de remedie is. Nou, de remedie is dat jij jezelf ervan overtuigt. Dat dat wat in de Bijbel staat, dat dat waar is. En dat onze voorvaderen heel, heel, heel lang geleden aan het begin van onze jaartelling, toen de hele wereldbevolking, wat was het toen? 1 miljoen mensen wereldwijd. Toen is dat christendom als een, als een vlammend vuur Europa binnengetrokken. En het noorden van Afrika. Als een vlammend vuur. Dat waren wij. Ja. En dat vlammende vuur, dat zat hem in het woord. In het woord van de Bijbel. Dus jij moet het woord van de Bijbel gaan beseffen, zou ik willen zeggen. Ik denk niet helemaal correct gezegd, maar begrijpen dan. Hè? Maar het is ook een besef. Een besef dat die woorden kloppen. Dat je het ziet. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is een besef. Dat is een besef waarop jij nadenkend, je gaat er eventjes over nadenken en dan zeg je: ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Zo moet het zijn. Je hebt er geen bewijs van, je hebt er geen YouTube-film van. Want dit is de film, uh, we hebben hier gefilmd. Uh, dan kan je zien hoe God hemel en aarde schept. En ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, dat zal iedereen beamen. Ja. Maar wat ook niet kan, is dat er een film is gemaakt uh, van buiten de Apollo-landingsmodule. En daar op die film kan je zien hoe uh, Neil Armstrong als eerste uit de Apollo landingsmodule komt. Maar dat kan natuurlijk niet, want diegene die die camera bediende, die was er natuurlijk het eerste uitgekomen. Ja, dat. Daar doen mensen helemaal niet moeilijk over. Van nee, dat is allemaal gefilmd hoor. Daar kwam Neil Armstrong als eerste mens. Kwam die uit de landingsmodule. En toen, en toen is het allemaal gefilmd. Door een cameraman. Oh nee, niet door een cameraman. Nee, dat was een automatische camera. Ja ja, in 1969. Ja, ja natuurlijk, Jochie. En, hoe, uh, wie heeft, en, en ja, hoe zag dat ding eruit, die automatische camera? En uh, ja, wat was die hele constructie dan? <laughs> en wie heeft dat dan ontworpen? En waarom? Uh, ze moeten dus op die maanlandingsmodule echt een heel ingewikkeld concept hebben verzonnen. Want dan hebben ze eerst die maanlander op de maan weten te krijgen, dan moet die camera naar buiten gemanoeuvreerd worden met een arm uh, systeem of zo. En dan moet die camera gedraaid kunnen worden met een soort joystick toestand. En dat moet dan die tweede man, weet je ook weer Buzz Aldrin, moet dat gedaan hebben. Ja, wanneer heeft hij dat geoefend? En waarom zou je zo moeilijk doen? Waarom heeft Buzz Aldrin niet gewoon achter Neil Armstrong gestaan en gezegd: Nou, ik film je wel uh, op je rug? Ja, toch? Of waarom Neil Armstrong niet zelf die camera uh, gegeven? Nou, uh, jij gaat lekker naar buiten, ik blijf binnen zitten, maar neem even de camera mee en. Uh, ja, maak een selfie. Dat is toch veel makkelijker? Nee, het moest heel ingewikkeld met een robotarm naar buiten. Daar moest die camera op. En. Uh, ja, 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 ja. En dat heeft Buzz Aldrin allemaal gedaan. Waarom zo moeilijk? Waarom niet gewoon een selfie? Hè? Kijk, dus er zijn. Die, ja, die opnames uh, van Armstrong als eerste mens op de maan. Uh, die zijn fishy fishy. Ja? Maar er waren natuurlijk geen opnames van toen God de wereld schiep. Maar toch weten wij. Dat dat waar is. Want het kan niet anders zijn dan zo. Of er was nooit een begin. Dat kan nou. Dan is er ook geen ontwikkeling. Dan is er ook geen evolutie. Dan is er ook geen Big Bang. Is er helemaal niks. Alles was altijd al zo zoals het nu is. Er is ook geen uitdijend heelal. Er is geen krimpend heelal. Uh, de zon zal even schijnen. Het uh, gaat allemaal geweldig. Want het is al. Uh, ...oneindig lang in de tijd is het zo. Precies zo zoals het nu is. dat gelooft ook geen hond. Snap je? En je moet je Bijbel gaan begrijpen. Je moet, je, je moet die waarheid van de Bijbel... ...zo moet ik het zeggen, die waarheid die in de Bijbel staat... ...die moet je beseffen. Je moet jezelf voor je kop slaan en denken van... ...potverdorie... Waarom heb ik dat niet eerder ingezien? Snap je? Dat is de remedie. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ben toe aan een nieuw kopje thee. En dan ga ik weer een potje schaak spelen, denk ik. Ze mooie... in het kader van dat gedoe met het Vaticaan. He? Kijken of ik nou wel kan winnen. <laughs> en op zijn hamburgers zaken ik tjus en dag lieverts.